Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe februari video met vandaag... Taske! Yay! Taske en ik hebben allebei een obsessie voor Frozen, maar vandaag gaan wij onderling strijden wie nou de allergrootste Frozen fan is. Yes. We gaan elkaar vragen stellen over de film Frozen en we gaan liedjes zingen. We hebben allerlei verschillende onderdelen om erachter te komen. Laten we gewoon maar beginnen met de quiz. Door welk verhaal van Hans Christian Andersen is Frozen geïnspireerd? The Ice Maiden, through the picture frame, the Snow Queen of the Angel. Volgens mij is dat de Snow Queen. Ik vind hem ook wel een beetje voor de hand liggend eigenlijk. Ja, het is heel makkelijk denk ik. Ding! Yay! Voor het geval dat ik niet weet waar we naar uit te kijken, we hebben hier de quiz. Ik zal het linkje van deze quiz ook even in de beschrijving zetten, dan kan je hem zelf ook doen. Op welk land is de wereld van Frozen geïnspireerd? Is dat Rusland, Noorwegen, Zweden of IJsland? Dat is Noorwegen. Denk je? Yes. Ja! Ding ding ding! 1-1. Maar Frozen staat natuurlijk vooral bekend om alle liedjes in de film. Dus we gaan nu om de beurt een liedje aanzetten. En op een willekeurig moment op stop drukken en dan moet de ander de tekst, de zin afmaken. Ja. Dus ik hoop dat dit gaat lukken. Oké, can I just say something crazy? I love crazy. See your face. Nothing like I've ever known before. Love is an open door. Love is an open door. Love will be so much more. With you, with you, with you. Love is an open door. Het heet hetzelfde zin. Inderdaad, dat was een beetje te makkelijk, maar... Ik weet zeker dat jij heel gemeen gaat doen en het moeilijkste lied... Ik ga nu nog niet gemeen doen. Oké. Do you wanna build a snowman? It's like you've gone away. We used to be best buddies. And now we're not. I wish you could tell me why. Do you wanna build a snowman? En dan is het, he doesn't have to be a snowman. Nee, dat was later in het lied, volgens mij. Oké, bye. Ja, was het goed? Yes. Oké, gelukkig. Ik was in twijfel of dat ene zinnetje niet... Ik heb meegeplaybacked, dus okay. Yes, een punt. Tijdens het creatieve proces, voordat de uiteindelijke look van Elsa werd bepaald, wilde ze haar nog iets geven wat ze uiteindelijk niet heeft gehad in de film. Wat is dat? Een blauwe huid? IJsvleugels, een lange staart of een sneeuwademende draak? Aan de ene kant denk ik zo van blauwe huid, want dat zou wel heel cool geweest zijn. Maar aan de andere kant denk ik zo van, dan was het wel gelijk weer heel monsterachtig. Ja, een soort smurfen wordt het dan. Dus ik denk de IJsvleugels. Ik zou er ook voor gaan. Oh! Oh, fout! Maar ik ben zo benieuwd wat het dan is. Shit! We zullen het nooit weten. Wat een stomme quiz. Volgens mij zijn het best wel moeilijke vragen. Ja, dit zijn echt hele obsessed vragen. Oké. Welke van de volgende worden niet genoemd in het liedje Frozen Heart? Oh jee. Cold, winter air, freezing wind of mountain rain. Winter air. Volgens mij freezing wind. Mountain rain. Dat lijkt me niet logisch, mountain rain, want het gaat over sneeuw en zo. Ik weet niet zeker, maar ik ga voor mountain rain. Oh, shit. Oh, dat was het dan. Laten we eens zien wat het antwoord was. Oh, we zullen nooit weten wat het antwoord was. Shit. Maar ja, jammer. Oké. Kan je nu al? And I know it's totally crazy. Oh ja. To dream and find romance. 'Cause for the first time in forever. At least I've got a chance. Ja. Super hoog. Maar ook mooi. En goed. Qua tekst ook. Dus ja, weer een punt. Ja. Ik hoop dat, dat iemand hier de stand bij houdt. Ja, jongens? Nee? Oh, er is... Nee. Maar... You don't have much experience with heat. With heat. No. Nope. Oh, deze ken ik ook niet zo goed. Oh, please. Deze skip ik altijd. Oh, ja, what frozen things do in... But it's totally cool. What frozen things do in summer. Sweets. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nou, we gaan luisteren. Wow, much cooler out there in summer. Ah, para. Dit had ik wel gekund, Peru. Rabarabu. Dat mag ik nu doen. Ja. Nee, oké. Deze is makkelijk.
Welk karakter in de film zegt steeds I like warm hugs? Is dat Elsa, Anna, Olaf of Kristel? Het is Olaf. Ja. Die ik heel graag heel veel warme knuffels wil geven. Zo schattig. Echt super lief. Maar ja, ik vind wel, ja. Ik vind serieus wel, ik vind hem even in, dat... Oh. Dat klopt niet, toch? I like warm hugs. Dat zegt Olaf, toch? Huh? Misschien klopt de quiz wel niet. Oh, ik ben echt in de war. Het was echt van, hey, I'm Olaf and I like warm hugs. Ja. Waar krijgt Anna op haar hoofd zo'n witte pluk haar door Elsa erin te Dat is op de rechterkant, op de linkerkant, in het midden of haar hele haar wordt wit. Oké, het midden is het niet en ook niet heel de haar wordt niet wit. Je hebt die scène in die zaal dat ze aan het spelen zijn en dan rent ze zo, springt ze zo en dat is van links naar rechts door het beeld. Dus ik zou zeggen aan de rechterkant, want dit is de kant die toen naar Elsa was gericht. Slim. Zo logisch dat ik er nog niet over nagedacht. En het is yes! Goed. Oh, ik doe het wel, maar het is een bit voor jou. Yeah. What's the issue, dear? Why are you holding back for such a man? Is it the comfy way he walks? Or the comfy way he talks? Fellow who's so sensitive and sweet. So he's a bit of a fixer-upper. So he's got a few flaws. Mm-hmm. Every peculiar reindeer. Reindeer, slimme, out of sight of nature's loss. Ja, make them boots. Fix her up with a little bit of love. Heel lief, denk ik zo, dat ze samen een hartje zo. Wat, we doen hem nog een keer. You can fix this fixer up with a little bit of love. Nou, dan geef ik deze aan jou. Oké. Okay. Yes. Pars furries through the... Oh, je gaat dat hele hoge stuk natuurlijk dan de muziek wegdoen, hè? Thousand fractures all around. And answers like Jesus. Like an empty plant. I'm never going back. The past is in the past. Let it go. Oh, ja. Ja, ik heb wel een beetje gesmokkeld. Ik wist, die paar woorden wist ik niet zeker. Reken het goed. Oh, ja, voor de inzet. The cold never bothered me anyway. Weet je wat ze in de Belgische versie zeggen? Ja, De Vries kouder zegt het toch al niet mee. Ik denk dat we kunnen concluderen dat wij beide wel grote Frozen fans zijn. Ja. Maar dat we ons niet zo bezighouden met wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Staf. Nee. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Vergeet vooral niet om even een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En als je de quiz hebt gedaan, laat vooral eventjes jouw score achter. Ik zal hem ook nog even helemaal invullen. En in de beschrijving zal ik mijn score nog even zetten. Een tijdje geleden hebben we al een video gemaakt op het kanaal van Teske. Dus mocht je dat niet gezien hebben, we hebben de Guest YouTuber Challenge gedaan. Moet je nu even op Teske klikken of in de beschrijving kijken. Kan je die video ook nog zien. Yes. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer, maar tot die tijd, stay fabulous. Doei. Doei. Was dit nou for the first time in forever? Dat je een video van me zag, vergeet dan niet om te abonneren, want heel de maand februari komt er elke schooldag een collab online met een andere YouTuber. Tot morgen.